Als je hier in deze wijk opgroeit, heb je 50% kans dat je onder de armoedegrens leeft als kind. Dat is hoog. En daar heb je last van. Je kunt je talenten niet ontwikkelen. Je kunt thuis vaak je ei niet kwijt. Je wordt vaak niet gehoord. Mijn toekomstdroom is dat kinderen die hier opgroeien nu, geen last hebben van het opgroeien in deze wijk, in deze armoede. Door ze te helpen met huiswerk, door ze aandacht te geven, door ze liefde te geven, door ze met ze te sporten, door met ze te eten en een heel leven met ze te delen. En onderweg gaat iedere keer de Bijbel open en zo kunnen kinderen op een gegeven moment ook helemaal verliefd worden op Jezus en achter hem aangaan. Een van de dingen die ik echt het belangrijkste vind is discipelschap. Samen achter Jezus aangaan. Zoeken naar wat hij bedoelt in zijn woord, maar ook hoe we dat in ons persoonlijk leven mogen toepassen en hoe we dat uiteindelijk weer open kunnen brengen op de kinderen en jongeren in de wijk. Doordat we gevuld zijn met Gods liefde, kunnen we op een heel andere manier naar die kinderen en jongeren kijken. En dat is ook wat ik ze wil meegeven van ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten. Onze taak is om die gaven en talenten bij hun te benoemen. Om ze enorm positief te benaderen. Midden in een week waarin ze misschien juist wel steeds afgerekend worden op de dingen waar ze mee bezig zijn of wat zij leuk vinden. Nou, echt op een positieve manier daar doorheen te breken. En nou, echt met Gods ogen te kijken naar die kinderen. Je kan wel zeggen, ik heb een heel mooi programma en je moet maar bij mij komen. Maar Jezus trok ook rond. Die ging ook het hele land door. Overal zocht hij mensen op, trok hij met mensen op en was hij daar waar de mensen leefden. En ik geloof dat het onze taak is om daar naar de kinderen toe te gaan waar hun wereld is, waar zij op school zitten, waar zij sporten. En daarom gaan wij naar de kinderen toe waar zij zijn. We beginnen meestal met een spel of twee spelletjes, om eventjes een beetje energie kwijt te kunnen en gewoon even lekker te spelen met elkaar. Dan hebben we een praatje en daarna gaan we voetballen of een ander groot spel doen. Dat ligt eraan. Als we buiten zijn, gaan we altijd voetballen. Als we binnen zijn, doen we ook wel eens hockey of trefbal of andere spelletjes. Ja, het zijn geen normale kinderen in dat opzicht, dat ze wel allemaal een eigen verhaal hebben en gewoon een randje in een thuissituatie. En dat zorgt er wel gewoon voor dat een bijzondere doelgroep is om gewoon lekker mee te sporten. Natuurlijk moet je soms even uit elkaar trekken als ze weer elkaar de haren invliegen en zo, maar ja, het is wel gewoon machtig leuk om te doen. Onze belangrijkste regel is dat we het gezellig houden met elkaar. Nou ja, als dat op een of andere manier doorbroken worden de kinderen, spreken we ze daarop aan. En we proberen zelf heel veel positieve aandacht te geven. Heel veel complimenten, heel veel high fives. Ik heet Jan Maanders, maar voor de kinderen heet ik Jan van het Pand. Heel veel tieners, zelfs twintigers inmiddels, ik ben nu 13 jaar actief, schreeuwen maar naar Jan van het Pand. En ze kennen me via het sporten op de basisschool, via de tienerleeftijd. En zo heb je een hele lange relatie met elkaar, waarin je jaar in jaar uit over de dingen van het leven kunt praten. Het evangelie die wij kan gebruiken, ook heel erg. Gisteren ging het bijvoorbeeld over geslaagd zijn. Nou, heel veel kinderen kenden iemand die geslaagd was, maar wanneer ben je nou echt geslaagd? Wanneer is je leven geslaagd? Wij denken als je achter Jezus aangaat. Dan zeggen ze, hey Rutger, leuk dat je weer bent. En dan zeg ik, hey Abdulie of hey Joel of hey Wonder. En dan krijg je weer een high five of krijg je weer armen om je heen geschoten. En dan is je dag weer helemaal gemaakt en de hele dag ook weer helemaal gemaakt. Dus dat is super om mee te maken. Eigenlijk zijn er wel 20 redenen waarom ik hier elke vrijdag ben. En die 20 redenen lopen hier allemaal rond. Dat zijn de kinderen. Die te ontmoeten, ze energie te geven, complimenten te geven en het verhaal van Jezus. Nou ja, er is echt geen mooiere combinatie dan dat. Kom op, rennen! Ja, rennen met jou!